Er zitten scheuren in gebouwen, wegen zijn kapot en spullen vallen steeds op de grond. Inwoners van IJsland zijn er helemaal klaar mee. Er was een taai in Lika, zo'n beetje. Dat er een meer. En die afdelen van ons. Afgelopen 3 weken schudde de aarde op sommige plekken aan 1 stuk door. So the situation in Grindavik is quite uncomfortable right now. Everyone is sleep deprived because the earth is constantly moving all day, all night. Some earthquakes are bigger than others. De grond in IJsland is vaker onrustig. Dat heeft alles te maken met de vele vulkanen die in het land liggen. Dat zit zo. Over de hele wereld liggen enorme aardplaten. Die verschuiven heel langzaam een klein beetje. Daardoor ontstaan aan de randen aardbevingen en vulkanen. IJsland ligt op de rand van zo'n enorme plaat. Daardoor zijn er op het eiland wel ongeveer 200 vulkanen ontstaan. Als zo'n vulkaan onrustig is, gebeurt het dus niet alleen wat boven de grond, maar gaat het ook daaronder trillen, zoals nu weer. Deskundigen houden de grond in IJsland goed in de gaten. We are seeing evidence of magma moving about on the plate boundary. And the real possibility that this will get to the surface and, feed an eruption on the surface. Bij zo'n uitbarsting verwachten de experts geen enorme explosie. Ze denken dat de lava langzaam uit de vulkaan zal stromen en daardoor ook niet zo gevaarlijk is. Maar ze blijven de situatie in de gaten houden. So all these data, most of them are coming real time. So we have people looking at this data in real time, day and night. De inwoners van IJsland lijken zich niet zo'n zorgen te maken om een uitbarsting. I think everyone who lives in Grindavik is just waiting for an eruption. It will be a slow and steady eruption, they tell us, just so we can get more peace and quiet. Want als de vulkaan is uitgebarsten, zijn de aardbevingen voorlopig ook voorbij.